Welkom bij de preview show van UFC 299 hier op het YouTube-kanaal van UFC op... Eurosport. En we gaan uitgebreid vooruitblikken in deze show op het monumentale evenement dat uh, zaterdag op het programma staat. In Miami, Florida, de 305. En dan zien we tijdens het main event. Sean O'Malley die voor de eerste keer zijn Bantamweight titel gaat verdedigen tegen Malon Vera. En dat is een rematch. En dat is er eentje met een beetje beetblad. Dus dat wordt absoluut een knaller. Maar dat is nog niet alles. Wat dacht je van Dustin de Diamond Poirier? Die zijn opwachting gaat maken in het komende event tegen de opkomende Frans Sloper Benoit Saint-Denis, de God of War. En dan hebben we verder nog Gilbert Burns Dourinho. Wat dachten we daarvan? Die het op gaat nemen tegen Jack Della Madalena. Kevin Holland, die Michael Venom Page MVP gaat verwelkomen in de UFC. Oud kampioen Piotr Jan. En dan hebben we ook nog een hele dikke vette kaart. De prelims. Het wordt echt om te smullen. We gaan hier uitgebreid op de materie in. Duiken en dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar zoals altijd zit mijn vertrouwde podcastpartner sinds jaren en dag de enige echte, de man, de myth, de legend, de meest opgepopte man van Amsterdam. <laughs> the hurricane, ik Eiffel. het eiffel. show je. t-shirtje uitgedaan, ik heb gewoon uh, onder de indruk. Ja, ik ook. Ik ben, ook. Gewoon ik, even, ik ben er gewoon op veel van. Kijk naar nou mezelf op die camera, ik denk, ja. oh my damn, dat is een beetje zelfverheerlijking. Ja, ik uh, mis mee, dat zijn die 36 in <laughs> Maar even zonder dolle, uh, heb jij net zoveel zin als ik in deze kaart? Ja, absoluut. Ja. Het, um, ik ga gewoon mijn wekker zetten. Ja. En, uh, nou, wekker. Ik weet misschien ga ik gewoon een, een, een tour door. Want ja. we hebben natuurlijk uh, nog allemaal andere uh, ja. wilde partijen. Het is een walhalla voor vechtsport. Uh, dit weekend? Fans dit weekend, inderdaad. Want er is van alles te genieten. Maar we gaan het vooral hebben over UC. Uh, ja, die hele kaart is van. Top to bottom stacked. Om ja, het maar even goed ja, Nederlands ja. te zetten. En dat vindt natuurlijk ook uh, ja, het, uh, ons geweten. De man die boven op een berg in Zuid-Dagens aan zit. Die alles voor ons in de gaten houdt. Alles weet. En die ons gaat verblijden met zijn kennis en inzicht. En die ons natuurlijk allemaal een beetje nuchter houdt. Daar heb ik het over de enige echte Big Dorf Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alles wel, Marcel? Ja, met jullie? Ja, ja, tot nu toe wel. Tot nu toe wel. Ik ben echt stookt voor deze kaart. Ja. Ik heb echt veel zin in deze kaart. Uh, ik wil het er met jullie over hebben. Laten we beginnen met die main event. Sean O'Malley die natuurlijk uh, na die fantastische KO over kampioen Algemin Sterling nu zelf de kampioen is. Voor de eerste keer zijn belt gaat verdedigen. En, en dat wilde hij niet tegen niemand liever doen dan tegen Marlon Vera. Want namelijk daar heeft hij de enige verliespartij van carrière tegen. Uh, en een verliespartij die hij zelf niet als een Verlies beschouwd. dus is allemaal een beetje gek. Hij had natuurlijk een soort van die dropfoot. Uh, ging daardoor neer. En, en werd vervolgens met TKO gefinished. En, uh, maar hij ja, ziet het als een, 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 een wardrobe malfunction is. zijn lichaam die deed even niet mee. En daardoor uh, kon hij gefinished worden. Dus. Maar hij wil niks liever dan die los goed maken. Tegen de altijd gevaarlijke Marlon Chito Of hij de goede man is in deze positie op dit moment, daar kunnen we over discussiëren. Dat gaan we nu niet doen. Hij staat daar, hij is daar, hij staat in titelgevecht. Uh, en hij moet het gaan klaren tegen Sean O'Malley. Als jij uh, in eerste instantie over Sean O'Malley denkt, wat denk je dan aan? Nou, ik denk dat hij de nieuwe generatie vechter is. En ik wil ze bijna wel een. Uh, een, een, een uh, uh, shit, dan ben ik er nou even kwijt. Ja. Een. een uh, shit, een uh, Jedi noemen. Jedi. Een Jedi. Ja. Mind. Het lichaam gewoon helemaal Bam. goed. Weet je. Uh, Shano Mali. Liatapuria. Die, die, die jongens zitten allemaal op een hoog niveau. Ja. En ik denk dat het een heel serieus uh, mentaal dingetje is ook. Ja. Ja. Shano Mali. Ja. Uh, of je hem nou fantastisch of leuk vindt, want ik vond het echt nou, nou, ik ja. vond het eigenlijk maar een beetje een bal. Maar hij doet het toch en hoe meer, hoe meer ik hem volg, hoe weet je hoe meer ik zie dat er niet alleen maar uh, rood haar of geel haar, maar het is ook ja. heel veel uh, mediteren en focus en ja, wat ik zeg, een, een mentaliteit. Ja. Uh, uh, kijk, hij heeft ook een uh, beetje uh, aan zich gekleven. in het begin dat hij volgens veel mensen gegroomd werd, hè, dat hij uh, uh, in, in een zetel naar de titel gevecht want hij heeft natuurlijk Los van het feit dat hij echt wel goed kan vechten. Maar hij natuurlijk ja, de luxe, de babbel. Hij heeft natuurlijk mm -hmm. een, een spreekt het jonge publiek aan. En zo. Hij is echt een potentieel, of niet een potentieel. Hij is echt nu een superster voor ze. Uh, maar ik vond met name tegen, tegen Sterling dat hij zich ook echt bewees. Dat hij liet zien: ja, hij hoort echt op dit niveau thuis. En ik heb het gevoel bij hem dat we nog lang niet het totale, uh, uh, totale capaciteiten uh, hebben gezien van hem. Dat er nog veel meer in het vast zit. Ja. Kijk, hij is gebracht. Ja. En dus dan krijgt hij, heeft hij, hij dat hij goed is, is, dat is absoluut waar. Maar hij heeft nog niet die echt die, die moeilijke, zware, weet je, van een, een, een onbekende vechter waar hij nee. tegen moest knokken. Waar hij gewoon eventjes op zijn uh, tandlip uh, of op, 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 op zijn uh, tandvlees door moet gaan. Daar heeft hij hem eigenlijk hem tegen nog tegen, besche tegen beschermd. Ja. Dus echt die zware moeilijke partij heeft hij niet gehad. En nou schijnt hij wel in de allerbeste alle partijen. Aan ene kant vind ik dat helaas niet zo eerlijk, maar buiten dat, we hebben nu wel een ster en, uh, en hij strafte uh, uh, dingen strapt, strafte die, uh, af in zijn laatste partij. Ja, ik ben nu, uh, ik denk ook niet dat een Marlon hem gaat stoppen. Ik ben nou wel benieuwd van oké, okay, uh, wie is degene die hem gaat stoppen en hoe... hoe, hoe uh, ja. Hoe, ga, hoe hoog gaat zij sterrenwijzen? Ja. Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk fantastisch boksen. Hij heeft ook uh, behoorlijk onderschatten jitsu skills. De worstel is misschien nog wel een beetje de uh, hall in zijn game. Maar daar heeft hij echt nog wel wat te winnen. Maar voor de rest, ik denk echt dat hij je beter dan is beter. dan wat dat, ja. dat we echt gezien hebben van hem. Dat, dat, uh, waar mensen hem credit voor geven. Maar zo, ik weet, jij was heel lang heel kritisch op hem. Uh, ben je nou, met name zijn laatste performance tegen Sulling. Ben jij om? Ben jij inmiddels ook op de O'Malley Hype train? Nee, dat niet. Maar ik ben sowieso niet kritisch op Omel, Ik ben meer kritisch op de UFC, okay. hoe ze hem hebben gebracht. Weet je, en daar, daar ben ik het eens met, met, met Gilbert. Dat hij uh, wel, hij is wel echt een zetel naar de titel gebracht. Ja. Kijk, uh, um, die, tegen Sterling die heeft hij die goed gedaan, heeft hij terecht gewonnen. Tegen Piotr Jan ben ik het dan nog altijd niet mee eens. Maar goed, yeah. we gaan het daar niet over hebben nu. Um, nou ja, ik, luister, hij heeft gewoon heel veel skills. Vooral staand is hij gewoon heel goed. Um, dat heeft hij al vaker laten zien. Um, hij, hij kan volume gooien, hij kan je knock-out slaan. Daar is gewoon heel goed. grondwerk nog niet overtuigd. Maar ik denk niet dat dat getest gaat worden, joh, in dit gevecht. Nee. Dus um, wat dat betreft, kijk, het is een. Uh, het is een, uh, hoe noem je dat? Een, uh, eigenlijk een hele fijne eerste titelverdediging voor hem, vind ik. Als je kunt kiezen uit degene tegen wie zou hij zou kunnen vechten in die divisie. Uh, en dat klinkt misschien raar, dat hij dan de eerste keer van Marlon verloren heeft. Maar als je kijkt, voordat hij dat. Dat rol als je met zijn voet kreeg, was hij eigenlijk gewoon beter in die partij tot dat moment. Ja. En, um, nou ja, en, en Vera. Goeie vechter, maar ik kan niet, kan niet zeggen dat hij me de laatste paar partijen overtuigd nee. heeft. Dus um, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat O'Malley gewoon zijn titel voor de eerste keer gaat verdedigen. Ja. Ja. Dat denk ik. Ja, laten we Chito vera er even bij halen. Ja. Inderdaad, de man uit Ecuador. De man die uh, ja, de meest onconventionele manier de knockouts uit de goed tovert. Die soms uh, gevechten wint. Die die aan het verliezen is. Dat heeft hij al verschillende keren gedaan. Zelfs laat diep in het gevecht. En dat maakt hem wel super gevaarlijk natuurlijk. Want hij, ja, nogmaals, hij kan vier rondes verliezen, vier en een half verliezen. En in de de vijfde ronde kan hier gewoon KO slaan uit een ongelooflijke rare hoek. Um, is hij de man die om gaan verslaan, we gaan het zo zien. Maar als je aan Vera denkt, wat komt dan het eerst bij je boven? Ja, Chito Vera killer, uh, wat je zegt. Ja, je hebt eigenlijk alles net alles ja, al gezegd, sorry. weet je, dat is dus uh, de man met uh, de, uh, die, die chaos van uh, over of vandaan kan halen. Uh, was je nou tegen, uh, tegen Frankie Edgar dat hij die uh, afhouder uh, gaf? toch? Ja. Ja, die, die hartstikke type, mooi. Ja. Die type. Uh, alleen, wat ik eigenlijk denk, uh, op het moment dat het geld uh, zoals vorige keer uh, was er een titel elimineren tegen mm. de Corrie Sandhagen, was dat toch? En toen uh, had ik het idee dat het toen krommelde uh, onder, de, onder de pressure. En ja. uh, ik ben eigenlijk een beetje bang dat het uh, dit keer weer uh, zo zou gaan. Uh, dat, uh, het, het, als het moment dat er echt nodig is dat het uh, dat de, de, de druk te hoog wordt van hem maar dat het er niet uitkomt ja, ik weet niet of het, of het een kwestie is van hem dat de druk te hoog is want hij, uh, komt, uh, het, hij heeft echt die straatmentaliteit een beetje uh, he, he doesn't give a, you know uh, als je begrijpt wat ik bedoel ja, maar zoals we het hebben inderdaad over uh, Chito Vera uh, tegen Sean O'Malley, waarvan we weten als, uh, dat uh, Chito een uh, vrij slow starter is, hè? dat hij uh, soms uh, nou ja, uh, een paar rondes uh, vrij weinig doet qua output en dan opeens explodeert. Uh, is het dan een ABC om te zeggen dat Sean O'Malley gewoon vanaf het begin meteen tempo hoog moet houden en de druk erop moet zetten? ABC is het nooit natuurlijk, maar het ligt wel in, in de verwachting, denk ik. Weet je. Kijk, uh, wie, wie weet. Vera heeft heel veel van die partijen waar die eigenlijk misschien meer, minder output heeft dan zijn tegenstander, maar gewoon met met bepaalde stoten uh, die partij dan zich ik trekken. geef je een voorbeeld tegen Rob Font bijvoorbeeld, ja. waar die volgens mij qua volume veel minder had, maar qua schade veel meer. Ja. Um, maar O'Malley is qua striking wel echt gewoon goed, weet je. Dus ik verwacht als, als O'Malley niet weer uh, <laughs> iets, iets met zijn voet krijgt of zo, kan ik ga, ik ga, ik ga denk ik niet weer gebeuren. Ik denk dat die staat gewoon kijk hij kan wat ik zeg, hij kan volume vechten, maar hij kan ook hij kan je ook nog uitslaan. En, en Vera is toch meer. Uh, van van het schade toebrengen met uh, met met harde stoten. En, uh, ik denk dat O'Malley daar iets te technisch voor is man. En hij, en, en laat niet vergeten O'Malley is ook gewoon beter geworden. Hè? Het is niet meer dezelfde O'Malley als uh, als hij van drie of vier jaar geleden tussen toen tegen elkaar stonden. En misschien ook niet dezelfde Vera, maar Vera is wel altijd eens op dezelfde manier blijven vechten vind ik. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik wil laten de, de mannen heel even bij elkaar, tegenover elkaar zetten met de of de tape. En dan wil ik van jullie allebei weten hoe jullie denken dat deze partij gaat verlopen en wie er dan uiteindelijk wint. Um, we hebben het over Sean O'Malley tegen Manon Chitovera. Sean O'Malley natuurlijk de kampioen uh, met een record van 17-1. En, en die ene verliespartij komt dus inderdaad van de hand van uh, Manon Vera met die rare partij met die uh, dropfoot foot. Uh, en uh, Chitovera... Uh, uh, heeft iets meer partijen inderdaad. Ze komen allebei uh, van een win. Het is Amerika tegen Ecuador. En dat betekent dat uh, Chito Vera de enige of de eerste kampioen uit dat Zuid-Amerikaanse land kan worden mocht hij winnen. Het uh, uh, reach advantage en uh, lengtevoordeel is overduidelijk voor Sean O'Malley. Zoals het eigenlijk altijd is in deze divisie. Omdat hij gewoon heel lang is voor dit gewicht. Uh, het gewicht is natuurlijk hetzelfde. Het uh, reach voordeel uiteraard ook voor Sean O'Malley. Uh, alhoewel uh, iets langere benen voor... Chito Vera, maar goed. Als we denken dat deze partij, we hebben het net al een klein beetje een voorzetje gegeven, hoe denk je dat deze partij gaat lopen? Nou, ik denk dat uh, uh, Chito Vera al uh, een, op een achterstand is, uh, is, uh, uh, loopt, of, überhaupt voordat de wedstrijd is begonnen, ja. want hij is een slow starter. En uh, dus dan loopt hij waarschijnlijk al meteen de eerste twee rondes, loopt hij waarschijnlijk al twee rondes achter. En uh, zal hij moeten iets sneller moeten starten? Gaat hij fouten maken? Nou, en dan gaat Sean O'Malley, die straf dan meteen af. Maar dan uh, komen we in de derde ronde. En als hij dan weer een beetje op gang op komt, uh, loopt hij achter, staat hij en heeft dus een achterstand. Moet hij dus extra hard gaan vechten om die tweede, of om die derde, vierde en vijfde ronde te winnen? Ja. Maak je ook fouten, loop je ook op een stoot. Dus. Um, ja, ik denk dat Shannon Mali gewoon alle kaarten in de handen heeft. door uh, gewoon vanaf het begin een beetje druk te zetten. Uh, uitlokken en um, ja, punten gaan scoren. Uh, eerste ronde pakken, tweede ronde pakken en derde ronde pakken. Ja, en daarna uh, zal die KO niet ver weg zijn. Ja. Want dan moet uh, de dan naar voren komen. Ja. Marcel? Om Mali gaat winnen, Oké, okay, dankjewel. Het is de decision of TKO. Ik vind het moeilijk. Um, kijk, Chito is niet makkelijk te finishen. Volgens mij. Ik weet niet eens of hij ooit gefinished is in zijn carrière. Ik kan me niet herinneren. Volgens mij niet. Maar O'Malley heeft wel die kwaliteit om dat wel te kunnen doen uiteindelijk. Weet je? Um, ik denk ook dat het wat langer duurt. Um, nou, laat ik zeggen, vierde ronde TKO, Ground and Pound. Oké. Okay. Netjes. Ja, ik, ik ben ook van, uh, uh, geneigd op zich dat O'Malley gaat winnen. Vooral als hij vanuit die lange jab gaat vechten. Hij is ook heel goed met, uh, met zijn angles. Hij kan ook heel goed engels pakken met zijn boksen. En hij heeft timing, dat hebben we ook gezien tegen Alderman uh, Sterling. Die fantastisch is waar hij met zijn reach uh, net uit de weg kan bewegen en dan kan counteren. Uh, ik zou wel willen zien dat uh, wat uh, gewoon wat harde low kicks gaat geven meteen van het begin. maar dat zit misschien toch een beetje in het hoofd bij uh, O'Malley. Hoe dat de vorige keer gegaan is. En dat zou misschien psychologisch dan wel een, een rol van betekenis kunnen kunnen zijn. Maar normaliteit denk ik ook dat O'Malley gaat winnen. Maar er zit zoveel wel, ook vanwege de geschiedenis, en ze hebben natuurlijk een beetje Bert Blad samen, en uh, het zijn toch twee, wel het Man voornamelijk strijkers zijn, hebben ze wel allebei, uh, weet je, zijn ze wel veelzijdig. Uh, ja, ik, uh, uh, ik, ik ben heel benieuwd naar deze partij. Goed. Ja, wat, uh, wat kies je? O'Malley, zei ik al. Ja, yeah. ja maar hoe? Uh, ik denk dat hij, uh, dat hij een uh, decision pakt. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we later in de wedstrijd misschien nog wel wat, uh, wat, uh, nou, wat vuurwerk van, van Vera krijgen. Dat het absoluut een interessante wedstrijd wordt en een vermakelijke wedstrijd. Maar ik denk dat Omelia uiteindelijk aan het langste langs zijn. Langs, ik denk dat hij iets te veel fight IQ heeft. En wat ik zeg, we hebben zijn volle potentieel volgens mij nog steeds niet helemaal gezien. Uh, hij is ook nog redelijk jong, dus hij wordt elke wedstrijd ook nog beter. Het is anders dan hij doet voorkomen. Echt wel een workhorse ook volgens mij in de gym. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat hij deze keer gaat laten zien. In ieder geval om van te smullen. Om van te smullen is ook die komende fan. Uh, ik denk voor veel mensen, uh, zeker in die Lightweight divisie, dat Poirier echt bij een top drie favoriete vechten staat. Bij mij in elk geval wel. Uh, die man die staat al jarenlang in de ranking. Ik geloof las ergens dat hij, al, dat hij de enige vecht die al sinds 2015 gewoon in de ranking staat bij Lightweight. Heeft tegen. Iedereen gevochten, van Khabib tot Oliveira. Tot Gacy. Tot oh, McGregor. Tot uh, Channel. Noem maar op, weet je wel. En het feit dat iemand hè, die met zo'n reputatie. die echt een van de allergrootste namen in de sport is. Uh, het aandurft, die gevecht tegen Benoit Saint-Denis, die echt gewoon on fire is, die levensgevaarlijk, die iedereen kortslaat. Uh, Poirier had ook kunnen zeggen: Ja, dat doe ik niet, want het uh, levert mij niks op. Ik heb, alleen maar, ik heb niks te winnen, alleen maar te verliezen. Uh, maar hij doet het wel, hij gaat de uitdaging aan. En dat uh, spreekt boekdelen voor deze man, dus daar wil ik eerst even hulde voor, voor uh, Poirier. Maar als jij in de Diamond denkt, wat zie je dan voor je, uh, Gilbert? Ja, knokker. Ja, ja, we hebben uh, diamond uh, die natuurlijk met Gage die partij heeft gehad, die met uh, McGregor de partij heeft gehad. Ja, uh, uh, ja, wat zien zie je. Het is een, een, uh, ja, een, een bokser, de worstelaar, ja. die weinig worstelt. Ja, <laughs> nou, hij ja. heeft ook, ook uh, uh, world-class uh, Jiu Jitsu ook nog <kwijnt> eens keer. Ja. Ja, uh, ik zie een knokker. Maar wat ik wel zie is wel iemand die uh, we hebben eigenlijk het beste al van hem gezien. We hebben alles eigenlijk van hem gezien. Ik zijn uh, plafond is bereikt en ik uh, ja. ben benieuwd of uh, onze Franse hero het uh, um, voorbij gaat of op hem stuit. Ja, nou ja, dat is het. En, en hij laat ook al een beetje doorschemeren bij af en toe Poirier dat hij, nou ja, het einde is dichterbij dan het begin in ieder geval. Die zeggen dat dit zijn laatste wedstrijd is, maar hij is, ik klap eigenlijk in, in zijn gedachten, is hij al wel een klein beetje daar naartoe aan het werken. Ik uh, wil niet zeggen dat het nog steeds een fantastische vechter is. Uh, Marcel, als jij aan Poirier denkt, waar denk je dan aan? Ja, en, uh, gewoon aan, aan overwinningen. Bijvoorbeeld twee keer tegen Max Holloway gewonnen. Ja. Twee keer van Conor gewonnen. Um, gewoon, gewoon een hele goede vechter. Allround ook. Gewoon staand goed, op de grond goed. Um, ja, een zacht, Vooral. Echt een Je zag het tegen Chandler ook. Tegen Chandler ging het in eerste instantie niet zo heel lekker. Maar op een gegeven moment pakte hij toch, uh, pak toch de overwinning in de ja. laatste ronde. Ja. En um, nou ja, weet, weet je, het is een, uh, hij zit al zo lang in de UFC. Zat eerst op featherweight, is dus daarna naar de lightweight gegaan. Um, ja, gewoon een hele goede vechter. Komt toen voor de WC mee, volgens mij, hè, naar de UFC. Ja. Um, heeft meerdere keren voor de titel gevochten. Um, ja, goeie vechter, man. Ja. Um, ik kan hem niet meer over zeggen. En, en, uh, um, ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken. Komt, denk je dat hij in de halve veen komt, bij de ook Hij, voor mij, heeft wel een halve waardige carrière, als je ziet. Hij mm -hmm. had, als, als, die interimbel heeft ik nooit echt, echt de titel gepakt. Het mm -hmm. is net tekort gekomen. Maar iemand die zo lang op dat niveau mee draait, hè? wat ik zeg, al sinds 2015 of 2016, in ieder geval al acht of negen jaar in die top staat van die lightweight divisie die stekt is, hè? die gewoon vol met, uh, met haaien zit, ja, dan uh, ben je wel iemand. Dan heb je wel uh, je sporen nagelaten en je sport, weet je wel. En dat is wat ik zeg, denk voor iedereen, een van de favoriete vechters. En als ik aan, aan Poirier denk, denk dat ik altijd, was eerder gezegd op deze plek, het ooit een keer lang geleden dat je een documentaire fight film en het ging over MMA evenementen in het zuiden van, van Amerika in, uh, in uh, Louisiana, waar hij vandaan komt. Dat ging echt op uh, Brad en in hooi schuren op Rodeos. Zonder ze dan uh, in. Dus het hooi te vechten. En dan was hij een van de jonge opkomende vechters die ervan droomde in, om in die UC te komen. Wat hem daarna ook lukte. En ja, dit man heeft een monumentale carrière. En het feit dat ik net al zei dat hij geen uitdaging uit de weg gaat. Dat hij gewoon zo'n opkomende hongerige vechter als Saint Denis aanpakt. Dat uh, spreekt echt boekdelen voor zijn karakter. Maar goed, laten we het even over de uh, God of War hebben. Benoit Saint Denis. Uh, de hoop van Frankrijk natuurlijk de man die uh, uh, ja de divisie zijn debuut maakte daar verloor niet zijn divisie ging daarna naar lightweight en sloeg daarna gewoon iedereen kort en klein en altijd op spectaculaire wijze altijd in slagenwisselingen terecht komt wat ik moet mooi hij zegt elke wedstrijd zegt hij van tevoren na deze wedstrijd ga ik meer berekenend vechten meer gereserveerd en wat meer technisch vechten en dan gaat de bel en dan gaat hij gewoon meteen die knokpartij aan en hier zien we inderdaad die uh, geweldige net een tegen tegen vola ja Fantastisch. Uh, dit is een knokkenijwe hart, Hilbert. Absoluut. Ja, en het mooie hiervan is van weet je, het is een knokker. Ja. Uh, maar we hebben nog lang zijn plafond niet gezien. Want, want wat we weten hoeveel we al van Dussempoyer weten, weten we eigenlijk nog best wel weinig van. Hoe uh, ja. uh, zeg je naam nou? nou? Benoit Santoni, Benoit Santoni, oké. Okay. Ja. ja, weet dat hij knokker is. Ja. En dat hij niet opgeeft. En dat hij zegt: Van. Ik ga rustig aan, maar dan geef je toch weer gas. Ja, uh, hebben, we hem heel erg, uh, uh, hebben we het al heel erg moeilijk zien hebben? Volgens mij niet. Hebben we hem al heel erg. Ja, wel, hij heeft het. Elke wedstrijd heeft het moeilijk, omdat hij altijd die slagenwisseling aangaat. Hij wel even een paar keer wedstrijd wedstrijden, gaat ik van nou. Uiteindelijk komt hij dan wel weer boven, omdat hij echt het hart van een leeuw heeft. En ook gewoon de skills die erbij horen. Nou, dan is het dan niet echt, heeft dan niet echt moeilijk. Dan is, het, dan is het gewoon, eigenlijk, heeft hij dat nodig om steeds beter ja. te worden. Nou, ja, dat is hard. Ja. Nee, ja, wat... Uh, ja, nogmaals, uh, we weten dat het een knokker is en, uh, en daarom is hij match op zo goed. Maar uh, ja, wat is zijn plafond? Dat weten ja. we niet. Dus ik denk, het was een moeilijke keuze om te kiezen. Ja, wat is zijn plafond? Is uh, Poirier zijn plafond, denk jij maar zo? Of uh, is het gewoon weer een steppingstone voor hem? Ja, ah, ik vind het moeilijk, man. Ik kan me herinneren dat een DOC binnenkwam, short notice, tegen Zaleski Dos Santos. was een beltalweight gevecht. Ja. ja, hij werd mishandeld in, in die kooi toen. Ja. En uh, ik had er geen stuiver meer voor gegeven. En uh, hij ging naar lightweight. En sindsdien is hij niet meer te stoppen, man. Volgens mij heeft hij vijf op rij gewonnen, vijf finishes. Um, zag er heel goed uit tegen Favola, die knockout dat we net in beeld zagen. Uh, Bonfim gesubmit. Uh, ja. Moises gestopt met de Fight of the Night in Parijs. Um, ja. Ja, en dan gaan mooisjes werd hij de eerste is, ronde ook uh, bijna knockout geslagen in die wedstrijd, uh, denk ik nog Ja, en eigenlijk het leuke is, hij is meer bekend om, om zijn ground game voordat hij de UFC in kwam. Dat zag je ook tegen Bonfim, dan om zijn striking. En zo'n Staking is ook behoorlijk vooruit gegaan van de New York Ja, UFC. ja. Dus ik ben heel benieuwd, man. Ik, uh, ik, uh, ja, ik heb wel veel hoop voor hem eigenlijk. Tegen ja, het ja. En, en, en. En, en ik vind het een mooi verhaal. Hij is natuurlijk uh, jarenlang uh, zat bij de anti een, eenheid van het Franse leger. Hè. Special Forces zat in Mali gestationeerd, waar natuurlijk al van alles aan de hand is. Dus als je dat allemaal meegemaakt, gewoon vijf jaar lang heeft hij in Mali gezeten, dan schrik je ook niet meer van de knokpartijen in een kooi. Uh, ook al is het als Poirier die hier voor je staat. Dus dat betreft heeft hij echt, is hij onverschrokken. Uh, en het zijn twee gasten die allebei gewoon. Uh, ja, geen gevecht uit de weg gaan. Allebei ook op de grond bekwaam zijn. Allebei een vuisten willen laten vliegen. Dus dit kan niet anders dan spektakel opleveren. Als je het mij vraagt, uh, Gilbert, hoe zie je deze partij gaan? Ja, dat is een moeilijke. Um, ik, uh, ik denk. Uh, ja, ik denk toch dat. Uh, uh, de, de nieuwe generatie. Uh, de oude generatie voorbij gaat. Dus ja? ik deed dat. Uh, Ban Bonnoué Sandine. Benoit. Ja. Benoit. Heel goed. Gilbert. Uh, ik denk dat hij deze partij op, uh, helaas een punten gaat winnen. Een punten gaat winnen. Ja. Marcel, wat zei je? Ja, joh. Ik um, ben heel benieuwd. Gaan weer heel veel mensen boos worden, maar ik ga ook voor Benoit aan Denis. Ik denk ook dat de nieuwe generatie vechter eraan komt. En ik denk zelfs dat hij hem uh, finisht op de gronden. Uh, ja. Eerste of tweede ronde. Ik denk met Sumission man. Ja. Ik, ik denk ook dat er een finish komt. Ik denk dat er sowieso een van beide de ander gaat finishen wie dat zou worden. Ik weet het. Ik vind het heel... Nou, ja, nou ja, Ik weet het niet. We het pas zaterdag. Ik vind het echt heel moeilijk. Dustin Poirier zit echt in mijn hart. Uh, en die moet je nooit... Uh, um, hoe moet je dat zeggen? Kansloos achter. Uh, maar Saint-Denis heeft wel het momentum. Hij heeft wel... Uh, die is on fire. Die, die slaat iedereen kort en klein. Die uh, heeft bewezen dat hij met tegenslag om kan gaan. Dat hij inderdaad ook in een wedstrijd zich over momenten heen kan vechten. Ah, ik ben ook... Ik zeg het met pijn in mijn hart. Want Poirier is echt een van mijn, van mijn top drie favoriete vechters in de UFC op dit moment. Nou, ik... Ben ook geneigd om de kans van uh, de kant van uh, uh, Benoit te kiezen op dit moment, maar ja, het wordt, het wordt sowieso een banger. Het wordt sowieso een banger en wie het ook wint, uh, de het, dat zou zeggen. Het publiek. Het publiek wordt de grote winnaar. Ja. Tadaa! Ja hoor, het publiek wordt de winnaar. Daar hebben we hem. Ja, nee, maar ik denk dat dit echt, uh, ja, dit wordt echt een knal. Ik heb er heel veel zin in en uh, wie het ook wint. We gaan er sowieso van genieten. En, uh, dat gaan we ook van de rest van de kaart. We noemden al wat er voor de rest op die kaart nog stond. Laten we die hele kaart er nog even bij pakken. We openen de kaart met Piotr Jan tegen Song Yadong. Oud kampioen van Jan. Die wel weer een succesje kan gebruiken. Uh, Gilbert Burns... Uh, die ook nooit een gevecht uit de weg gaat, Laten we dat uh, niet uh, uh, vergeten. Die natuurlijk uh, als enige toen ook tegen Kamsat uh, wilde vechten. En hem uh, een good run for his money gaf. Tegen Jack Della Maddalena natuurlijk. De prijsvechter uit Australië. Uh, en Kevin Holland tegen Michael Venom Page. Dat zit er allemaal nog voor. En dit is ook een partij. Want Kevin Holland heeft zich natuurlijk ook bewezen als iemand die zowel staand als op de grond gewoon geweldige skills heeft. MVP. Uh, overgekomen van het Bellator, maakt nu zijn debuut. En het feit dat ze hem op zo'n grote kaart tegen een gerenommeerde naam zetten als Kevin Holland, zegt ook wel uh, wat ze met hem willen, toch? Ja, dit is... Uh, ja, nou ja, goed. Dit is meteen uh, de vuurdoop. Ja. Want, uh, kijk... Uh, ze hebben nog geen makkelijke gegeven, hoor. Uh, ik, denk, uh, ik denk zelfs dat Kevin uh, de partij gaat winnen. Ja. Uh, ze hebben het wel een, ze hebben wel een voordeel gegeven dat hij tegen een, een staande vechter gaat. Ja. Uh, maar, uh, ja... Ja, ik ja, denk dat van... Kevin Holland meer, meer tools heeft, meer gereedschappen ja. heeft dan Michael Van. Van Papen is natuurlijk. Geweldig staande vechter, hè, met die karate-stand. Zo, die dus ja. een beetje wijd open staat. Uh, maar we hebben ook gezien in wedstrijden... dat als hij naar de grond wordt genomen... dat hij eigenlijk ja. vrij kansloos is. En laat Kevin Holland nou wel een behoorlijke... misschien niet per se worstelen... maar wel een behoorlijke jiu-jitsu-skill ja. hebben. Uh, uh, dus je kan het hem daar wel eens heel moeilijk gaan maken. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het is wel echt een, het is, ja, wel echt een partij. Ook, of zijn echt persoonlijkheden natuurlijk... Ja. die niet vies zijn uh, van uh, wat uh, gebrabbel aan de microfoon. Ik ben benieuwd of Michael zijn shenanigans gaan werken in de UFC wat daar is je ja, eigenlijk een beetje weet je dat toch dat zijn rare acties dat was toch een beetje zijn verstaal waar mensen niet je kon nog geen vat op hem krijgen ik ben benieuwd of dat in de UFC ook uh, gaat werken voor hem. We zullen het allemaal gaan zien. Uh, dat is in ieder geval aankomende zaterdagnacht. Dat begint natuurlijk allemaal om 4 uur zoals altijd. De main card. Uh, preview show op Discovery Plus om 3 uur. En de prelims die zijn natuurlijk ook allemaal te zien. Op, in ieder geval de light prelims op Discovery Plus. Uh, en daar zijn ook een paar bangers want Dat is van Curtis Blade tegen Jelton Almeida. Dat is normaal gewoon een headliner op elke andere kaart. Uh, Rafael Dos Anjos. Oud kampioen tegen Matthäus uh, Gamer Gamrot. Uh, en uh, ga nog maar even door. Uh, maar Marcel, ik kijk even naar jou. Jij als onze... Uh, expert. Je hebt altijd een verborgen parel. Wat is jou, uh, jouw geheime tip van deze UC299-kaart? Ja, het is niet echt een verborgen parel, natuurlijk. Maar ja, weet je, die, die prelims die waren zo sterk dat je daar niet echt een parel op kon vinden. Ehm. Nee. Um... Oké, okay, nou laten we het anders uh, stellen, geen verborgen met Welke kaart, welke partij moeten we echt kijken, want deze uh, mag je niet missen? Uh, uh, je moet sowieso naar Curtis Blades tegen Jalton Almeida kijken. Voor het hele simpele reden dat dat waarschijnlijk de volgende tegenstander van Thomas Spanol gaat ja, worden, denk ik. Ja, de interim kampioen. Um, ja, kijk, uh, Blaze. Um, hele goede worstelaar, weten we allemaal. Verloor dan uh, van, van Pavlovic ja. vorige keer, maar gewoon een hele goede worstelaar. En hij heeft. Hij heeft die win winterzaakjes tegen Tom Aspinall staan door die blessure van Aspinall. Ja. Dus daarom is het interessant voor Aspinall om de ja. te krijgen. En Almeida, ja, Almeida weet ook wat hij doet. Ze hij je naar de grond en hij probeert je daar normaal gesproken te finishen. Hij deed het dan niet tegen Lewis. Toen uh, heeft hij hem met hem geworsteld 25 minuten lang. Ja. Maar uh, in alle andere partijen heeft hij, heeft hij, de, heeft hij zijn tegenstanders gefinished. Dus ja. ik ben heel benieuwd, man. Ik krijg eigenlijk twee... twee Kassen tegen elkaar die heel goed kunnen worstelen. Ik ben heel benieuwd wie de betere is, man. Het is drie rondes. Het is verborgen op de prelims. dus is eigenlijk wel apart, weet je. Want het is een gevecht met, uh, ja, zoals anders schrik zou zeggen, titelimplicaties. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd naar deze. Ja, ik ook, ja. Ik ook. En ik ben ook benieuwd of Almeida met uh, Blades ook wil gaan worstelen. Dat lijkt me niet per se verstandig, want Blades, behalve een hele goede worstelaar, ook gewoon een enorme grote dude is. Heel sterk. Ik hoop, zie ik hem wel een beetje dat het. Blaze wordt. Ik heb niks tegen al mee, maar gewoon die rematch met al met Esponel te zien. Die zou ik graag willen zien en dat zou dan in juli in Manchester gaan gebeuren. Shoutout naar uh, Big Tom Espenol natuurlijk. Ja, hij uh, de uh, zich tegen hem toch? Ja toen ja toen ja, dan, je. kreeg hij die knieblessure ja. die hem een jaar aan de kant hield. Uh, en we hebben inmiddels zien hoe Esponel is teruggekomen met een paar fantastische knockouts onder andere tegen Pavlovic, waar hij die interim titel pakte. Uh, ja dus dat wordt uh, dat wordt echt sowieso knallen. En wat ik zeg weet je die kaart is zo stekt dat een partij als dit op de pilaar staat. Dat zou normaal gesproken op een andere kaart zou dat minimaal komen main event zijn of, of zelfs een main event dus. Um... Dat eigenlijk ook wat mij betreft misschien op een Night main event moeten zijn in plaats van een, een, een random prelim weet je, want je hebt een week later heb je dan Tuivasa en Tibura op een main event, een ja. apex. Ja weet je, dat had ook kunnen staan. Ja. Ik snap wel dat je dit misschien voor publiek wil doen. Dat denk ik ook. Maar, uh, maar dat dit had vijf rondes niet meer staan denk ik. Dat is gewoon een main event wat mij betreft. Laat ja. en geen prelim. Ik ben het helemaal niet eens. We hebben er in ieder geval heel veel zin. Ik heb er zin in. Woe! Hartstikke goed. Uh, dankjewel, Gilbert. Dankjewel, Marcel. Dankjewel, jullie allemaal voor het kijken naar ons gewauwel. Uh, we gaan er gewoon lekker voor zitten. We hebben alles gezegd, alles besproken. Alle vechten zijn bekend bij jullie. Uh, dit wordt echt gewoon een beuker van een kaart in de free of five. Uh, ja, ik kan er niks meer over zeggen. Jussi299, aankomende zaterdag. Live to see Discovery Plus. Mis dat niet, mensen. De Marcel.